Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben gisteren lekker bezig shoppen in Amsterdam samen met mijn moeder. En ik heb daar een pashokje shoplog voor jullie gefilmd. En toen bedacht ik me ineens toen ik ging editen dat ik helemaal geen intro heb opgenomen. Dus dat doe ik eventjes op deze manier. Ja, ik heb dus lekker geshopt in Amsterdam. Er was overal sale, wat betekent dat het ook echt heel, heel erg druk was. Dus ik ben niet naar heel erg veel winkels geweest. Ik heb wel redelijk wat dingen gepast voor jullie. Dus ja, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Voordat we nu wel beginnen met de video, wil ik nog even een huishoudelijke mededeling geven, om het zo maar even te noemen. Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gemerkt, is mijn kanaal de afgelopen weken ineens heel erg stil geweest. En mijn blog daarbij ook. En mijn Instagram en zo. Dus ik dacht, ik ben jullie wel een beetje een uitleg verschuldigd. Ik ga ook nog een uitgebreide uitlegvideo eigenlijk opnemen binnenkort. Maar ik wilde deze video gewoon graag online hebben. Dat ik dus gisteren ben bezig shoppen. Vandaag komt de video gelijk voor jullie online. Wat betekent dat de dingen gewoon nog in de winkels liggen. Dus vandaar. Ja, het gaat er eigenlijk om dat het gewoon eigenlijk op het moment niet zo goed gaat met mij. Waardoor ik genoodzaakt ben om eventjes gewoon mijn blog en YouTube kanaal en zo op een laag pitje te zetten. Vandaar dat de afgelopen tijd er eigenlijk geen video's online zijn gekomen. Of blogpost of wat dan ook. Ik heb Instagram weer een beetje opgepakt. En het komt er ook op neer dat ik de komende tijd geen vast uploadschema ga aanhouden daarom. Dus ja, dan weten jullie dat alvast. Binnenkort komt er een echte uitleg. Maar ja, in ieder geval heel erg veel plezier met kijken. Doe dat duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. We staan nu in de New Yorker. Dit is trouwens mijn outfit van vandaag. Deze is van Boohoo. Mijn broek is van de H&M. Nike's aan en mijn jas van de Only. Ik heb nu de eerste drie stukken, maar je mag maar drie tegelijk. Zijn om te passen. Als eerste heb ik nu deze top aan. En hij is een beetje cropped. En ik had hem zo van, hoe gaat hij staan? Want het kan of heel tuttig zijn, of juist best wel stoer. En ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Hij is €12,95, helaas niet in de sale. Maar alsnog is het niet heel erg duur. Dus ja, ik vind hem wel heel erg tof. Ik ga nog even nadenken, maar ik denk dat deze wel met me meegaat. Dan heb ik deze trui in het wit. Aangezien ik gewoon letterlijk geen enkele witte trui heb en het gewoon een must-have is in je kledingkast. Maar ik weet niet, hij is hier wel tof zo met het gevlochten. Hij heeft op zich ook wel een oké lengte. Ook die mouwen zijn heel erg lekker. Maar ik weet niet, volgens mij was die €17,95 of iets dergelijks. Ik vind hem net niet ofzo. Hij schijnt ook net een beetje door. Dat zie je niet heel goed doordat ik huidkleuren bij haar heb aangetrokken expres. Maar nee, ik denk niet dat dit hem wordt. Dan heb ik hier deze leuke velvet zwarte crop trui. Ik weet niet wat ik van het cropped vind, maar ik vind hem verder wel echt heel erg tof. Hij is niet heel erg dik ofzo. En hij heeft dus ook nog een capuchon. Ja, dat is helemaal niks. Hij maakt mijn haar echt extreem statisch. Maar ik vind hem verder wel tof. Hij is €12,95. Even nadenken. Maar hij is wel leuk. Dan heb ik hier nog een statisch stofje. Deze top moest ik van mijn moeder eventjes proberen. Hij is een klein beetje velvetachtig. En hij heeft dan dit soort mouwtjes. Ik weet niet. Ik vind hem hier wat te wijd. Hier juist met mijn armen wat strak en hij is dus een beetje statisch. Dus ik denk niet dat ik deze ga doen. Hij is wel in de aanbieding voor €9,95. Dus mocht je hem wel leuk vinden, zou ik er snel bij zijn. Toen had ik eindelijk weer een lekker normaal stofje aan wat niet statisch is. En dat is deze trui. Helaas zit zeg maar dit randje hier zo, zit niet vast. Waar het soms inderdaad heel raar zo gaat staan. En verder heeft hij hier aan de zijkant splitjes. Maar ik vind hem... Nee, ik vind het hem net niet. Ik vind hem zeg maar net te oversized. En ik had expres al een M gepakt in plaats van een L. Want als ik hem oversized wil, pak ik een L, zeg maar. Dus nee, ik vind de kleur wel heel erg tof. Hij is ook in de aanbieding voor €7,95. Dat was echt balen dat ik hem niks vind. Ik vind de bovenkant op zich, als ik zo kijk, vind ik hem wel leuk. Maar ja, dan moet dat kraagje ook niet zo gaan staan. Dus nee, dit wordt hem niet. Ik heb er even mijn eigen trui aangetrokken, want ik ga verder met de broeken en rokken. En ik heb als eerste iets aan wat helemaal niet mij is. Dat is namelijk deze lange rokken aan de achterkant ook een split die echt totaal in het netje zit. Let daar niet op. En dat is dan met deze bloemen. En hoewel ik hem heel tof vind en hij ook wel goed staat, ben ik gewoon bang dat ik hem niet ga dragen. Want ik ben gewoon niet gewend aan netjes en ik voel me hier echt heel erg netjes in. Dus, hè? Nee mam, ik hang er geen dingen bij. Maar goed. Gaat hier soepel jongens. Maar goed, deze is €16,95. Wel echt een aanrader dus. Maar ik ga hem laten hangen simpelweg omdat ik bang ben dat ik hem niet ga dragen. En dat zou gewoon zonde zijn. Dan het item wat ik echt het tofst vind. En dat is deze broek. Het is een mom jeans. Alleen ik snap niet hoe deze maten vallen. Mama is aan het kijken. Oh, ze komt net terug.
Nee. Er is geen grotere maat helaas. Want hij zit hier net aan dicht, maar ik kan hier echt niet in zitten of iets. Hij is heel tof, maar dit is dus een XL. En ja, ik weet niet hoe die maten vallen jongens, maar hij is zo leuk. Maar ja, dit gaat hem dus helaas daardoor niet worden. Mocht je hem wel willen proberen, hij is 40 euro. Ik ben inmiddels, zoals je kan zien, bij de Bershka. En het is hier bizar druk. Ik heb echt een kwartier in de rij gestaan om in het pashokje te komen. Maar ik moest wel, want ik heb een korte broek, een jumpsuit en nog een broek. Dus ja, dat ga ik niet in de winkel eventjes staan passen. Maar goed, ik ga het aan jullie laten zien. Ik had gezegd dat dit een broekje was, maar dit is een rokje. Was ik gewoon helemaal vergeten. Het is een heel leuk velvet groen kleurtje. Maar ik vind hem echt veel te kort. Hij kan hier nog met zo'n koordje en dan door die ringen heen strak. Maar nee, hij is gewoon echt veel en veel te kort. Als ik hier in buks, dan zie je echt gewoon alles. Heel erg jammer, hij was wel in de aanbieding. Ik zal even kijken hoe duur die was. Hij is nog steeds 18 euro, dus dat ga ik niet doen. Dan heb ik nu een hele mooie soort pantalonachtige broek aan. Maar zoals je ziet echt alles zitten, gewoon die hele zakken en zo. Hij zit verder op zich aan de achterkant heel erg mooi. Maar ik vind hem hier te strak. En dit is het dus gewoon helaas niet. Hij is wel in de aanbieding voor 16 euro. Dus helaas, ze hebben geen grotere maat. Dus dit wordt hem ook niet. En helaas heb ik deze dus nog. Maar er zit dus geen rits of wat dan ook in de bovenkant. Dus je moet zeg maar door dit gat, zeg maar, moet je helemaal doorheen. En mijn bovenbenen zijn al eenmaal breed. Dus ik kom hier niet in. En ze hadden ook geen maat groter. Dus heel erg jammer. Hij is namelijk wel in de sale, alleen er zat hier geen saleprijsje op, dus hoeveel die precies is kan ik je niet vertellen. Volgens mij was die rond de 12 of zo geworden, van de 25, zoiets. Ik weet het niet zeker. Ik ben inmiddels bij de Zara. Ik ben hier echt nooit, maar ik heb vandaag deze, ja, een beetje sweaterachtige, mooie okergele tint. En dat zwarte touwtjes. Heel erg leuk vind ik hem, dus ik denk dat ik deze mee ga halen. Hij is namelijk in de sale voor 13 euro, dus dat vind ik hem zeker waard. En nu ga ik deze halen. Dit was trouwens allemaal met mijn moeder. Het is zo druk dat we even om de beurt dit pashokje hebben gepakt. Maar ja, deze vind ik leuk. En dit is dan die blouse. Hij heeft dus rode streepjes. Maar zoals je kan zien, hij zit gewoon veel te strak hier. Ik heb hem ook niet helemaal dicht gedaan, vanuit hij zo onmogelijk in mijn broek zit. Hij is verder wel echt leuk, maar ik zou dus echt een grotere maat nodig hebben. Ik weet niet of ze die hebben. Het is me gewoon te druk om weer in de rij te gaan staan. Dus dit wordt hem niet, maar hij is wel in de zilver 18 euro, mocht je hem leuk vinden. Toen was het tijd voor de Stradivarius. Ik heb hier een broek en twee jurkjes. Ik hoop dat de broek gaat passen. Ik denk trouwens ook wel dat dit de laatste winkel gaat zijn. Het is ontzettend druk. Ik ben echt kapot moe gewoon ervan. En volgens mij hebben we een beetje de leuke winkels gehad qua kleding en zo. Dus zal ik thuis nog even laten zien wat ik verder heb gekocht. Ik heb ook nog dingen bij NYX gescoord. En bij Hunkemöller dat ik jullie nog even laat zien thuis. Maar goed, eerst nog even passen. Zo, ik heb nu de broek aangetrokken. En ik zal eventjes het zo laten zien, want mijn trui erin staat niet. Maar hij zit echt perfect. Wel, hij gaat hier zo met een ritsje dicht. Nou, het ritsje gaat een beetje moeizaam gewoon... Ik denk dat hij een beetje stug is of zo. Verder zit hij wel echt heel erg mooi aangesloten. Hij heeft ook een beetje dat high water effect. Heel charmant ook met mijn sokken zo eronder. Hij is maar 16 euro, dus ik denk dat ik deze zeker ga halen. Ik weet niet of het helemaal voor nu is, omdat het natuurlijk zo hoog broekspijp heeft. Maar ja, straks in de lente en zomer denk ik dat hij heel erg tof is. Ik vind de kleur gewoon echt heel tof. Ook als ik ga zitten is hij nog mooi, dus ja. Dit is een like. Dan heb ik hier het eerste jurkje. En ik vind hem echt heel erg cute. Ik had deze al eerder gezien. Hij is nu in de sale voor 16 euro. Dus echt geen geld. Wat ik wel een beetje vind is dat hij best wel heel erg los is. En ik weet niet of ik hem te los vind. Maar ja, het is ook alweer als je lekker hebt gegeten. Zie je er niks van. En ik kan er in principe ook gewoon een riempje hier omheen doen. En ik vind gewoon de lengte vind ik gewoon prima. En de stof is lekker. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat ik hem gewoon ga halen. Want ik vind hem echt heel erg cute. Overal met van dit soort bloemetjes designs. Zo. Dus ja, ik vind hem eigenlijk wel heel erg tof. Dus ik denk dat deze meegaat naar huis. En als laatste heb ik nog dit jurkje. En het is een beetje hetzelfde modelletje. Alleen is deze net iets te kort naar mijn zin. En hij laat hier heel erg makkelijk zien. Zomaar precies die randjes van je BH. En dit is nog wel een van mijn simpelste BH's. Dus dan denk ik dat dat niet heel mooi is. Hij is 18 euro, dus wat dat betreft prima. En ik vind de kleur echt geweldig. Maar ik denk niet dat dit hem gaat worden. Dus ja, dat was alles wat ik vandaag ging passen. Dan zal ik jullie nu, zoals beloofd, nog eventjes laten zien wat ik nou precies heb gekocht. Ik zal even snel door de kleding items gaan, want die hebben jullie toch al gezien. Als eerste dus deze top van de New Yorker. Dat is de enige die ik bij de New Yorker heb gekocht. Die zwarte velvet top waar ik over twijfelde, heb ik toch laten hangen. Aangezien ik, ja, weet je...
Hij was zo statisch dat ik dacht van ja, dit ga ik dan toch niet aan, want daar erger ik me aan. Dus dat was alles bij de New Yorker. Bij Zara kocht ik dus deze zwarte touwtjes. Of eigenlijk deze sweater met zwarte touwtjes. In een heel mooi kleurtje. Lekker zo'n chill truitje. En bij de Stradivarius kocht ik dus deze broek en dit jurkje die jullie allebei hebben kunnen zien. Dan over naar een paar items die jullie nog niet hebben gezien. Bijvoorbeeld van de Hunkemöller. De Hunkemöller had namelijk ook weer sale. En ik vind hun BH's over het algemeen gewoon veel te duur. Dus ik sla op mijn slag in de sale. En als eerste kocht ik deze mooie, ja, blauwige BH. Echt best wel simpel is die, met hier zo'n mooi randje. En die was afgeprijsd. Hij kwam van de 22 en is nu 10 euro. Dan had ik deze mooie paarse variant met een rood strikje. En die heeft ook allemaal glittertjes en dat soort dingen erin. En die was van 32 naar 15 euro afgeprijsd. En als laatste mijn favoriet. En dat is deze prachtige zwart met groene. En die heeft ook echt van die mooie touwtjes hier zo bovenop en zo. En die was afgeprijsd van 32 naar 17,50 euro. Dus ja, ik had ineens drie BH's voor nog maar zo'n 40 euro. Dus dat vond ik een hele goede deal. En als laatste ging ik nog naar de NYX store. Ik ging eigenlijk op zoek naar zo'n grote doos met allemaal verschillende liquid lipsticks. Maar ik wilde de soft matte lip creams. En net die was helaas uitverkocht. Maar ik kocht wel nog dit setje met drie NYX liquid suede. Ik heb hier de kleuren Vintage, Cherry Skies en Kitten Heels. Dit is hoe de kleurtjes er van dichtbij uitzien. Dus een hele mooie rode variatie. Die was normaal gesproken 17,89 euro. En daar ging nu 30% af. Dus 5,37 euro. Dus ze waren nu nog 11 à 12 euro. En als laatste kocht ik nog deze setting. Nee, priming spray. Dit is de First Base Primer Spray van NYX. En ik heb hele goede ervaring met hun setting sprays. Dus deze wilde ik ook graag proberen. Was helaas niet in de aanbieding. Maar deze kost 8,35. Dus ook helemaal niet duur. Ik zie dat de batterij van mijn camera knippert. Ik heb dit stukje en de intro namelijk al voor de derde keer opgenomen. Aangezien mijn camera het ook eens niet wilde focussen. Dus oké. Ik ga snel even de outro doen. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe nog een duimpje omhoog. En vergeet je hieronder niet te abonneren. Mocht je dus niet willen missen dat ik video's plaats. Klik dan ook gelijk even op het belletje naast de abonneerknop. Want ik heb dus geen vaste uploaddagen meer. En dan mis je in ieder geval geen video's. En met dat gezegd hebben, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je heel graag bij een volgende video weer terug. Doei doei!